Wilfred, jullie verliezen met 1-0 van Rijnvogels. Ik kan me voorstellen dat jij niet heel tevreden bent met het spel van jouw ploeg vandaag. Nou, ik denk dat je dat in fases even moet zien. We hebben heel veel fases wel heel veel gebracht, vind ik. En andere fases dan schakelen we laat om. Zijn de linies veel te groot? Grijpen we niet in om echt de bal te veroveren? Dus ja, dat moet volgende keer weer beter. Ja, want in die fases dat het wel goed ging, was het ook wel een beetje blaffen, maar niet bijten. Want er zijn wel kansen geweest voor jullie. Ja, maar ook weer niet echte kansen, vind ik. Dus wel, we komen dan tot de 16. Ik moet zeggen, we hebben heel de week daar bovenop gezeten. Op een stukje omschakelen en op een stukje voetballen in de 16 meter. Alleen ja, we komen op een of andere manier net als vorige week slecht tot afdrukken, slecht tot scoren. En dat is... Ja, dat is kloot. En als je het dan zo nog tegenkrijgt, hè, we grijpen slecht in. En dan schiet hij natuurlijk wel lekker binnen, die gozer. Maar daarvoor had het al voorkomen kunnen worden. Je zegt geen kansen, maar Tim de Rijk 1-1. Van Otterlo toch wel van dichtbij over. Dat vind je geen 100% kansen? Ja, die wel, maar te weinig, vind ik. Over het beeld genomen waarbij je bij hun met de 16 komt. Dan zijn dat eigenlijk de kleine kansjes. Hoewel, die van de Rijk die moet er wel in, hoor, vind ik. Want... Als dat een stiftje is, dan zit hij er gewoon in. Uiteindelijk verliezen jullie dan van Rijnvogels. Vind je dat terecht? Nou, ik vind als je het spelbeeld bekijkt, dan is een gelijkspel terecht. Alleen, ja, kijk, als je geen punt hebt, dan heb je uiteindelijk altijd terecht verloren. Dus alleen, wij moeten wel ons bewust zijn van het feit dat we op sommige momenten niet op zo'n manier duels kunnen spelen. En we moeten gewoon zakelijker worden in die 16 meter. Nou, dat is... spelen natuurlijk zonder echte spits. Dus ja, het zijn allemaal... Als je het even allemaal bij elkaar optelt, dan is het eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als vorige week. Vorige week drukken we hem ook niet af. En nu drukken we hem ook niet af. En dat is weer... daar kunnen we weer aan gaan werken. Maar er mag dus wel op sommige momenten wel wat power, wat pit bij van jou. Nou, een beetje gif. Je ziet Bram erin komt. Bram, weet je, dat is wel een slopertje. Ja, waarop we die bal verliezen op dat middenveld waar die 1-0 uitkomt. Ja, als je daar gewoon 100% gas je benen in gooit, dan komt die bal niet bij hem. Maar ja, voetbal is ook een sport voor fouten. En die hebben zij ook gemaakt en die hebben wij ook gemaakt. En zij trekken aan het langste eind. Tot slot, de derde nederlaag in 4 wedstrijden. Betekent dat nog iets voor jullie ambities? Ja. Als je de eerste 4 wedstrijden vanaf het begin van het seizoen bekijkt, dan hebben we nu 2 punten meer dan toen. Dus laat maar zeggen dat we de goede kant op gaan. Na competitie gewoon voor gaan. We gaan het zien. Dankjewel. Dank je.